De winnaar in deze categorie is Sylvester Draaier van de Vrije Universiteit Amsterdam. Ik ben zelf docent geweest. Ik heb mezelf ooit voorgenomen van, nou, als ik iets voor mijn collega docenten kan betekenen, is het iets met ICT en onderwijs regelen. Want als docent heb ik zelf ervaren hoe ingewikkeld dat kan zijn. Dus het is heel mooi om na zo'n 20 jaar gewoon daar gewoon gewaardeerd te worden. Marina Brinkman van Breda University op een pleitje. Ik ben een van de docenten die juist zegt van alle devices op tafel en laten we daar de beste gebruik van maken. Ik denk dat studenten anders kunnen leren daarmee op verschillende leerstijlen, op verschillende momenten. En dan moeten we veel meer benutten. De winnaar is in de categorie bestuurders Henk Hagort van Hogeschool Winnesheim. Applaus voor Henk. De winnaar is Vaken Zijl. Ik denk dat heel veel studenten het leuk vinden om juist die uitdaging aan te gaan. En juist om, ja, je zit er zelf in. Je weet zelf van wat vind ik vervelend. Je hoort van medestudenten. Dus wie weet het beter om te verbeteren dan de student zelf. De winnaar is geworden Bert-Jan Klaren van Hans Hogeschool. Waar ik meest enthousiast van word is om te gaan met studiedata of learning analytics, zoals ze dat ook noemen. En hopen dat dat betekenis krijgt, in ieder geval binnen onze organisatie. En we hopen ook op landelijk niveau iets in beweging te krijgen.